Goedemorgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het zonnetje schijnt momenteel, maar de regen, onderhoudklap, regen. Want onze regenkleding hangt ook al klaar. Dus ja, straks eerst Rijk en dan Elwing en dan ikzelf in de regenkleding. Maar in ieder geval, het is vandaag alweer donderdag en het is 12 september en het is 11:07 en het is 11 graden, zeggen ze, Google Hub. Ja, en daar staat 13 graden. En bij mij staat er ook 11 graden met regenbui. Oh ja, het behoort wel weer te regenen, maar het zonnetje schijnt. Ja, we hebben 2 regenbuien, dat weten jullie. En zo ziet hij eruit. Dat is van RTL 4, dat weer. Dan de ander, die ziet er zo uit. Dus ja, hoe en wat, ik kan niet begrijpen. Nee, het behoort nu te regenen, maar het regent eventjes nog niet. Nee, want dan kan ik sowieso op de poort zien. Maar er komt wel een bak aan, als je die lucht ziet. Het is echt vreselijk. Die lucht daar al. Joei. En nee, nog het zonnetje ook. Wil alles nog toch weer naar buiten? Wat is het dan met jou? Hij wil de vingerbank stappen. Kijk daar eens. Wat daar gaat. Ja, het is droog genoeg, hè? Maar we krijgen wel een jasje. Je weet me nooit hoe nat dat gaat worden. Nee. Het is vandaag de hele dag ook regen. Met zo'n voetspeld. Dus ja. Maar in ieder geval, ook heb ik weer een tas met babyspullen klaarstaan om te gaan vouwen. Dus ook dat gaan we vandaag weer doen. Ja, dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. En ja, ik ben er ook weer, dat zien jullie. Ik kon vannacht geen ogen dicht doen. Ik viel pas laat in slaap. En hoe kwam dat? Ik had steenkoude voeten. Ik ben maar weer naar beneden gegaan en ik heb mijn eerste kruik van het jaar weer klaargemaakt. Althans, voor het nieuwe jaar eigenlijk, want voor de zomer had ik hem ook nog. En ik heb hem zelfs nog een keer in de zomer moeten gebruiken, omdat ik koude voeten had. Ja, als ik koude voeten heb, dan kan ik niet slapen. Die moet dan eerst warm. En ja, als die niet warm worden, dan maak ik een kruik klaar, zo simpel. Maar ook. Oké, we gaan lekker even toch erdoor. Ja, dan begint het te miezeren. Ik zal er even binnen halen. Zonnetje schijnt het regent. Ja, kom maar gauw. Kom. Zo, het zonnetje schijnt en het regent. Dat moet ergens toch, dacht ik. Ook de regenboog dacht ik ergens wezen, maar waar? Waar? Ik kan niet weten. Daar is de zon. Dan zou je toch moeten denken dat hier ergens de regenboog moet staan. Maar ook hier zie ik niks. Noppenjendo. Nee. Ik kan niet weten. Daar is het slecht en daar is het niet slecht. Ja, heel raar. Ik vind dit te vreemde. Geen regenboog te zien. Maar ja, het miezert. Hoe je een pedat van. Hè?
Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon en geniet een beetje met ons mee. Om 12 uur komt, moet ik het goed zeggen, Marion weer. Ja, die komt om 12 uur. En dat is de invalster van Willy. Dus ja, helemaal perfect. Ja, top. Zweden gang te gaan. Want dinsdag moet ze, komt, zover ik weet, komt ze dinsdag ook weer. Dat is dan de laatste week. Maar dinsdag moet ze toch haarzelf haar gang weten te gaan. Want dan komt Erwin met de nieuwe begeleidster, Cindy. Ja. Nee, niet waar, niet Cindy. José. José heet. Ze heeft dezelfde naam dan, nou ja, diegene die ik ooit geholpen heb. Ja. Die ik liever neer tegen haar, liever niks meer zeg dan wel. Maar ja, oké. Ik heb helaas wel weer gedag gezegd, omdat ik niet in de gaten had dat zij het was. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga me klaarmaken en de meiden klaarmaken om te kunnen gaan lopen. Dus geniet en geniet een beetje mee. Tot later. Doei, doei. Zo, wij zijn weer thuis van het wandelen. En ik had voor Jan met de korte achternaam de regenjassen aan. Ja. Want het heeft niet een spatje geregend. Nee, tijdens de hele wandel toch niet. Ik ga kijken waar die regen is gebleven. Ja, boven zee denk ik, want echt hier helemaal noppenjendo, hè? Want hij zit nog net boven dat kleine piekje aan die kant. Maar dat, ik weet het even niet, hoor. Die heeft helemaal niks. Die krijgt aan deze kant weer een klein piekje. Ja, en toen kwamen we thuis en er stond een hele grote vrachtwagen hiervoor. Ik denk, halleluja. Ik denk, wat is dit? Moeten ze bij de achterbuurman wezen. Die in de andere straat woont, maar de achterkant is aan deze kant. En ja, die werken op de kermis. Met oliebollen onder andere. Dat nou laat die spullen aanrukken om dus oliebollen te kunnen gaan bakken. Ik denk, nu al, jeetje wat vroeg. Ik zeg, mag ik bedanken? Hoezo? Ik zeg, als ik er 2 eet in een jaar, ik zeg, is dat veel? Ik zeg, want iets is dat vet, ik zeg, dat is mijn terhalzer, ik word er beroerd en misselijk van. Dat heb je nog nooit van mij geproefd. Maar nee, dus. Maar dat maakt niet uit. Dan belooft hij mij wat te brengen. Nou, of ik zo Peter dus vraag 2, dat weet ik niet. Want ik vind het gewoon niet lekker. Mijn man die had een hele schaal in zijn eentje leeg. Maar ik had er dan bij gratie gods 1 op. Maar nee, geef mij maar een blokje kaas en een plakje wortel of wat dan ook. Dan ben ik veel gelukkiger mee. Ja, ik hoef die vettigheid niet. Nee. Nou, en dan staat Rijke bij de deur te snuffelen. Boefje. Ja, die vrachtwagen staat er nog. Ik weet niet wat erop staat. Die heeft niet opgelet. Heerlijk even. Ik denk dat we de terras ook weer opruimen, maar dat is nou boterzacht. Valt niet op te rapen. Ik heb liever dat hard wordt vindetje in de struik. Ik weet niet of jullie hem zien.
dan? Cookie? Moeten jullie cookie? Ja, daar kom ik wel van naar binnen. Kom dan. Nou, kom dan. Nou, het is wel goed dat jullie waakzaam zijn. Hé? Zo, gaan we hier. Nee, je blijft naar binnen. Ik ga hier de deur weer een stuk dicht doen. Ja? Hop, 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 hop. Ja. Ah ja, moet het haakje er wel in vallen. Zo. Moet je nou een cookie? Moet jij een cookie? Moeten jullie allebei een cookie? Ah, allebei een cookie. Nou, dan gaan we dat beleven, hè. Nee, hier al komen. Hier al komen. Kijk, de bak hier, hè. Cookies hebben we hier. Cookies hebben we. Hier. Goed zo. En dan ga ik... de gootstenen verlegen halen, want daar zit vuile afwas in. En aangezien dat Marion er ook bij moet, moet ik toch eventjes dat leeg hebben. En aan de kant zetten. Ja, dat zal toch moeten, hè? Want ik heb het straks zelf ook wel nodig. Ja, joh! Komt Marion aan. Ook dat nog. Ja, dus. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag en doe het met een lach. Dat doen wij hier aan deze kant zo meteen ook. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei, doei! Wat ben je een mooie kind. Gaat uit de trap. Ja, Marion die komt eraan, hè. Hé, Marion die komt eraan, hè. Ja. Hier is Marion, hè. Ga je lekker slaapje doen. Hé, kind. Oh, goeie toch, hier ben je lief voor. En er is er nog eentje lief. Dat is die. En die is momenteel ook lief. Die legt weer zoals altijd op haar box. Met speelgoed. Waarom toch? Nee, lekker belangrijk. En ik ga voor Karin beginnen. Enkel wanneer die klaar moet wezen, weet ik niet. En dan is er nog eentje in verschieten. Die moet zaterdag online wezen. Dus ja, hoe en de wat? Ik niet weten. Nee, ik niet weten. Maar dat komt helemaal wel goed. Ik moet hem nog naar voren halen. Ja, dat dus. Maar dat komt helemaal goed. Ja hoor, we gaan er gewoon weer voor. Hé, Elwin? Ja, van jou. Ja toch, Gandalf? Ja, zeg maar ja tegen het leven. Hé, of niet dan? Jazeker. Jazeker, maar het is niet die hypotheker. Ja, zoals jullie zien is de computer bezig met de vlog van Karin. Ja. Dus dat komt allemaal goed. Ja, en ik heb daar een tas op de stoel staan. En ik heb mijn stoel al een kilometer omhoog gezet. Dat, het is allemaal weer babywas. Goed, en dan ga ik naar opvouwen. En kijk eens weer hoe leuk. Ja, ook nog helemaal goed. Dit is de achterkant. En dat is de voorkant. Nou, leuk toch. Ja, dus ik ga weer beginnen en we gaan het met volle, ja, gewoon er vol tegenaan. En pakken we ook weer keurig netjes in. En dan kan ze uitzoeken wat ze wilt hebben. En dat
kijk ze maar. En de rest, dat, wat ze niet wilt hebben, dat geeft ze maar weer aan een goed doel of zo. Ja, weet ik veel. Wat ze ermee doet, ben ik het maar weer kwijt. Ja, toch? Ja. Nou, toeliedokies. 1 tas is leeg. Ja. Dat gaat niet naar Karin toe. Dat hou ik zelf. Dat gaat niet weg. Dat is van mijn kleine, nou ja, kleine meid. Ze is ook alweer volwassen. Maar dat is van Katja geweest, dus dat wil ik houden. Ja, aandenken naar mijn meisje. Ja, ik weet niet of ze ooit nog terug zal komen bij me. Ik weet het niet. Ze is van, voor mij van de aardbodem verdwenen. En waar ze is, Joost mag het weten. Het laatst was in Ede. Dus ja, dat dus. Nou, lieve vrienden, we gaan nou met die verder. De meisjes die liggen lekker op de bank. En Kandel die loopt te zeuren. Maar ik ben net klaar en ik heb dat al ingepakt. En ja, in een witte mand die ik schoon heb gemaakt. En een schoonlaken erin, want het is een eenpersoons onderhoeslaken die ik nooit gebruik. Die heb ik eerst in de mand gelegen en ook over de rand heen. En nou, jullie hebben gezien dat ik hier aan het opvouwen was. Ja, de afwas die staat alweer bij. Ik was aan het opvouwen geweest en ik heb het keurig netjes daarin gedaan. En toen heb ik hem weer teruggeklapt, dat laken, en er weer omheen. Enkel ja, dan is er een dikke hoop ruimte. Dus ja, lijkt maar met de veiligheidsspeld even vastgezet. Een mooie blauwe lint eromheen. Van wordt het nou een jongen? Of een vlindertje roze, wordt het nou een meisje? Ja, dat weten we nog geen van allen. Dus dat wachten we lekker af. Ja, ja. Dus het is een verrassing. Er zit van allerlei in. Voor meisjes en jongens. En ook kannen is het allebei aan. Ja. Dus. Maar in ieder geval dacht ik het zo leuk had gedaan voor de. En ja, boven staat die blauwe box nog. Ik moet nog even wat naar boven brengen, wat ze dus niet krijgt. Dat is sowieso dit er niet. En dit gaat naar de kringloop. Dat, en in dat roze tasje zit ook iets voor de kringloop. Dit zijn rommel hebben dingetjes, ook voor de kleine. En daar zit cadeautjes in. En in die zwarte tas zit breekbaar cadeautjes in. Ja, dat dus. Allemaal voor mijn dochter, mijn liefdallige dochter Karin. Die mij een kleinkind gaat geven in maart. Ja, in maart roert zich staart. Ja, we wachten het helemaal af dat mijn tafel staat vol. En ik weet ook niet wanneer ze de verjaardag hier komt vieren. Joost mag het weten. Het zou eerst komend weekend, maar ik geloof dat ze het zou verschuiven naar andere week. Ik weet nog van niks. Nee, we merken het wel. Hé, dametjes van het goede leven. Zeg maar ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder en geniet een beetje mee. Later. Zo, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen en lekker te gaan slapen voordat ik 10 keer moet gapen. Ja, dat dus. Het is alweer 1:59 en het is 11 graden. En ik ga niet naar fysiotherapie. Ik ben er te beroerd voor vanwege de pijn. En ik heb wel zeggen, ja, dat moet je juist gaan. Nou nee, want dan heb ik nog veel meer pijn. Ja, want het zijn maar momentopnametjes. En ik denk toch ja, dat ik nog 1 keer ga, maar niet vandaag, oftewel vanmiddag. Ik denk dat ik het eventjes weer aanzie. Eventjes weer tot rust kom, want ik echt... Het is gigantisch veel pijn. Ja, pijn in mijn knie en mijn onderrug. Dat ik wil het eventjes nog afwachten en dan even mijn lichaam rust geven. Want ik ben ook de laatste tijd druk bezig geweest met het wasgoed vouwen, etc. En ik wil gewoon mezelf rust geven. En dan zien we wel weer. En anders probeer ik eens een keer acupunctuur of zoiets dergelijks. Maar ik wil nog geen nieuwe heup en een nieuwe knie. Dan ben ik uit de run. Dan kan ik mijn meisjes niet eens niet helemaal uitlaten. Dat lukt me nou nog. Dus. Maar in ieder geval, we gaan lekker een beetje toe.
Ik heb een kruik en ik heb mijn drinkfles. Allebei in de zak zitten naast elkaar. Nou ja, die drinkfles blijft koud en de kruik blijft warm. Maar het is toch maar even dat het bij elkaar in een zakje zit, want anders kan ik het niet meenemen naar boven. Hè? Nee, dat gaat het niet worden. Nee, dus ik neem hem gewoon zo aan de touwtjes mee. Ik weet niet eens waar dat zakje van was. Oh ja, dat zat er in die koptelefoon. Maar ja, dat moet ik mijn telefoon ook nog even mee hebben. Maar dat lukt allemaal wel. Ik ga lekker dit even hier neerzetten. Hop. En we wensen gewoon jullie een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, een pijntje hier en een pijntje daar, dat krijgen we allemaal als we ouder worden. Dus ja, gewoon doorgaan met die banaan. En dan komt het hopelijk wel goed en anders niet. Ja, je wordt nooit, ja, je kan wel een mannetje worden, moet je eigen laten opereren. Maar ik kan niet. Ik verslik me in mijn eigen lucht. En ik ben helemaal wat vergeten te vertellen. Onze Marianne is ziek. Marianne die heeft corona, zegt ze. Ik heb haar 10 keren gewaarschuwd. Ga niet meer laten testen. Ook zelf niet meer doen. Dat heeft ze gedaan. Zelf nog getest. Want ze had hem nog in huis. En ik had ook gezegd, mocht je ze nog in huis hebben, gooi ze weg. Want er zitten kankerverwekkende stofdeeltjes in. We hebben het er zo vaak over gehad. En even goed nog weer doen. Oh, doe normaal. Dat stokje geeft wel aan dat je corona hebt, maar het kan net zo goed keelontsteking, longontsteking of weet ik van wat wezen. Ja, je bent gewoon ziek. Je bent even uit de run en zorg dat je weer beter wordt. Simpel zat en blijf in je bed desnoods. Zoveel mogelijk slapen. Slapen is goed voor mensen als ze ziek zijn. Eten en drinken. Ja, en vooral drinken. Veel drinken. En wat frisse lucht. Dus er is nooit de tuindeur open, dan ga je daar ook zitten. Ja, maar in ieder geval. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Welterusten, slaap lekker. Jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.